54 en 90 taskogers op de tribune. Die zeggen hun nog licht blessure Mark en Boa het werk in. Maar hij is hier bij die eerste ongeval nog net vertuurlijk in zijn aanwerking. Beide ploegen houden elkaar aardig in het liekwicht, al voetballen Den Haag wat makkelijker. Een Prode Kansen smiert dat net op. Hier een vrije trap voor ADO Den Haag. Jori Cornelissen efter de bal. En is derde kopkoers voor Rick Hogendorp. Waar hij kop jonken. Wij schreeuwen de 23e minuut van de wedstrijd. 8 minuten later. Adnan Barakat, mooi een prachtige paas op Jurk Juliana. Maar zijn inzet bedaar het in het ziet-net. Dan Cambuur weer. Een plotte hegeballen. En dan hier de oertreding en de vrije trap van Cambuur. Dan is het El Khalifi die het achter die bal steekt. Dan hebben we de bal terugkopt, terug Minoel El Kadi van Den Haag. Sander van der Heijden was in 12 seizoenstreffer. En na 404 minuten is het Sander die het van de Leuters werd gescoord. Ja, dat is lang geleden. Of lang geleden, maar het zijn veel wedstrijden geleden. Maar goed, ik zei net ook van Den Bosch thuis, ja, verliezen met 0-2. Maar goed, ik denk dat we daar heel veel kansen gecreëerd hebben nog. En ja, toen was het gevoel eigenlijk al goed, ondanks dat je gewoon 0-2 verliest en in de rust in de kleedkamer zit met het gevoel van ja, hoe kan dit nou? En nou waren zij optisch wel wat beter en is het voetbal iets makkelijker. En ik denk dat wij er een aantal keren aardig gevaarlijk uit zijn gekomen. Iedereen was bereid om voor elkaar een metertje extra weer te pakken. Ik heb ook Sander van der Heijden gezien die een hoger niveau haalde dan dat hij de afgelopen weken gedaan heeft. En misschien wel maanden gedaan heeft. En heel duidelijk met Sander gesproken voor de wedstrijd. Van ook als hij je volgend jaar bij wil blijven, dan moet hij gewoon moet er een tandje bij doen. Van een verlangen in principe van iedereen. En hij mag niet tevreden zijn met datgene wat hij heeft laten zien. Nou, dat is zo jammer, want hij heeft het in zich. Ja, dat heeft hij ook. Dus, maar hij moet zelf ook weten dat er mensen om hem heen lopen die ook wel eens een keer een foutje maken. En het moet samen gaan. En als hij kan accepteren dat iemand anders ook eens een fout maakt, dan wordt het ook makkelijker geaccepteerd dat hij eens een keer zijn man laat lopen. En dan, dat kunnen we dan wel opvangen. Ik in de tweede helft binnen beide ploegen niet liekwicht. Hier het balverlies van de zwakspelende Jurk Juliana. En dan kreeg het Jori Cornelissen de kans om een schot aan te drukken op de goal van Peter van der Vlag. Maar die had hier mooi geen zwierigheden. Den Haag beziekert het wel, maar van een echt offensief is geen sprake. En dan is het invaller Gion Fernandez die hier de bal kreeg op de rand van de 16. En dan wordt het een hoekschop. Daar zit Rick Hooiboer. Hij revalideert het nooit. Brekken van zijn enkel. Hoekschop dan van Cornelissen. De kopbal van Christian Koen. Maar de reactie van keeper Peter van der Vlag is prima. En dan het verspillen van de bal hier op het middenveld. En dan is de goede interceptie daar van Sander van der Heijden. Mark en Boa. Mark en Boa schoot de bal dan naar de linkerkant El Khalifi. En die jouwt dan het seintje om Juliana, kom van die man, kom van die man. En dat dochter hier. En dan rent Mark en Boa vrij. En hij scoort de 2-0. Een prachtig ongeval. Nog eens het vrijspelen hier van Mark en Boa. En keeper Swinkels is kansleers. En dat zocht ik, trainer Vloed. Dan de 88e minuut. Den Haag komt dags nog op 2-1. Het is hier Chris de Wacht die het vrij worstelt met zijn tegenstander Jori Cornelissen. En hij tikt de bal op miraculeuze wijze in de goal. En ze hebben er 2-1. Maar verder jouwt Cambuur in de blessuretijd niet meer voort. In de laatste wedstrijd in Fortuna bijvoorbeeld, toen jou eigenlijk net zo vol valt. En ja goed, dan krijgen we een goaltje, er nog een vrije trap die indraait en die vlinder samen in. Nou ja goed, en dan zit ze niet al achter. Ja, en dan ben we net niet staan te scoren. Nou is natuurlijk haar aanval een goed ding. Die had het moeilijk maken. Twee mooie goals. Ja goed, Sandy scoort een goed ding met een vrije trap. En natuurlijk een hele mooie combinatie met de 2-0. En, ja, dat veroorde het voetbal heel prot. En dan kan je praten over tactiek en dergelijke. Maar het gaat echt puur om, maak ze die bal of net. Nou ja, 3 punten binnen en de jongens beuren een premie. Ja, een poosje geleden, ja. Dat geldt voor de trainer ook.